De beelden spreken boekdelen. Als u mevrouw Sabitri Ramcharan ziet, dan begrijpt u en ziet u wat deze mevrouw in feite nu allemaal meemaakt. Bij haar is er kanker ontdekt en wel in haar kaak. En dit heeft gezorgd voor ernstige zwelling in een deel van haar gezicht. Als gevolg waarvan een van haar ogen nu helemaal gesloten is. Maar ook haar mond, zo groot is het nu allemaal aan het groeien. Schoondochter Shama die vraagt aan artsen en vooral artsen om toch wel ernstig om te gaan met de case van haar schoonmoeder. Want vaak genoeg bekruipt het gevoel de familie dat men niet te ernstig omgaat met de ziekte van deze mevrouw. We voeren nu naar het verhaal wat deze mevrouw Sabitri Ramcharan, 70 jaar oud, in feite allemaal meemaakt al 3 maanden lang. U krijgt ook het telefoonnummer van de familie en u mag dan op uw wijze bepalen hoe u deze familie wilt bijstaan. Ja, mevrouw Shama, goedemiddag. U bent de schoondochter van mevrouw Sabitri Ramcharan. En zoals de beelden dat zelf, de beelden spreken boekdelen, ja. Ze is vrij ziek, ernstig ziek. Kunt u de kijkers en luisteraars vertellen wat er precies aan de hand is met mevrouw Sabitri? Ja, goedemiddag meneer Ganesh. Ze is 3 maanden dat ze is ziek, plotseling is opgezwollen en ze begon naar de dokter te gaan. Bemar paral ta ook dat er ik suru kari sai dokter en zo tap saban oke behandel kare pirak dawai dewe antibiotica dewe en zo. Mevrouw Sabitri is vrij plotseling ziek geworden en zoals dat bij elk ander persoon het geval zou zijn is ze toen naar de huisarts gegaan. Daar kreeg ze pijnstillers voor de pijnen die ze kreeg. Kaak pirar ha kunje pirata? Kaak hier. Dus de kaak, haar kaken deden pijn en dat is de reden dan dat ze naar de dokter ging. Daarvoor kreeg ze pijnstillers. Ja, kon je bij elkaar wat? Oh, dieren, dieren, voelend gel. Het na snel ze elkaar aankie bij ben hoege, maar dat er na verwijs kreeg. 1 maand u behandel laa huis dokter lage. Adana dekies, jij ze ben na u hoi te verwijs kreeg. Het begon allemaal op te zetten, zoals u dat nu zelf ziet. Haar oog zelf is toen helemaal dichtgegaan als gevolg van de zwelling. En ze bleef maar onder de behandeling van de huisarts. En toen de huisarts opmerkte dat dit niet iets voor hem was, dan pas is mevrouw Sabitri doorverwezen naar een specialist. De kikkerlijke verwijsker is? Je hoeft geen naam te noemen. Ja, ja. Maar wat is het, een kaakspecialist? Ja? Nee, geen kaakspecialist. Het was voor hoofden. Mwapepathai, zoeker moerieke dat er wat een scan ben wij. Zodat je moerim chort lagal en zo. Poochie zo ze moerim chort lagal kabhi. Te bole na kabhi na lagal chort. Ta mwapepathai is ta scan ben al en zo. Ta dekhi se go chota ke. Se ben oog ba. Ta bole u na bhi bakharaip hove hai. Toke pathai is kaak shire rakh lage. Dus nadat zij doorverwezen is geworden naar de specialist, vertelt mevrouw Shama, is er toen een scan gemaakt. De dokter heeft er ooit gevraagd of ze ooit een fractuur heeft opgelopen aan het hoofd. En toen gaf mevrouw Sabitri te kennen dat dat niet het geval was. Er is toen een scan gemaakt en toen heeft men wat ontdekt bij haar kaak. En toen is ze naar een kaakspecialist gegaan, zoals we dat zeggen. En daar is toen wat te kabelen, je hebt een kaakspecialist. Opat hij is die mapeja kaakchirurg, de kaakchirurg heeft een stukje weggehaald, iets over onderzoek er is. De spoed bel karke wel, ik doe de dag ke bolais, dinsdag ke bolais ki. Keke bolais. Hem ja. Oké, bi bolis sare. Hem lok leeg gaili, ta ja leeg gaili oké, ta batais dat erwa ki dek oké kanker ba. Or jahan pe ba bhi operatie na hoi pai. Dat is wel gelegen.
Men heeft de kaakchirurg, die heeft er wat weefsels weggehaald, heeft onderzocht. En toen is de familie, als ook mevrouw Savitri, die zijn toen gelijk opgebeld geworden dat men zich moet aanmelden bij de specialist. En toen heeft de specialist aangegeven dat het in feite hier gaat om kanker. En dat de plek waar het in feite is, dat heel moeilijk zal zijn om te opereren. Ja, en heeft die dag foto ook al deze getijken benaamd. Of echt lang. Kijk ook al lang ook al getijken is. En zo, tap banal, tap dekjes, tap boliski mooi ba. Ta hamke direct op een stukje des, pathijs, jahan, uhove, hij bestra. Ta wam gaili stukje deli, ta bole kitak, hamke seven bel kari. Maar tot nu toe, ik ko telefoon na ail. Dus wat mevrouw Shama verder vertelt, is dat er verder nog meerdere foto's zijn gemaakt. Zoals van de nek van mevrouw Sabitri. Er zijn wat echo's gemaakt van haar longen. En zij heeft toen wat onderliggende stukken mee gehad die ze aan de afdeling bestraling, of waar er bestraald wordt, ingediend is geworden. Dat heeft de schoondochter gedaan. En ze zegt, kon die indien klikken nadien teruggeweer? Het is al een maand. Het is al een maand dat u de stukken hebt ingediend. U zou gebeld worden. En u bent nog steeds niet gebeld geworden. Nee. Nee. De okar baat me hem belken. Ik roos de klid heer era gooien. Dan belken li ego collega. Maar de traba te oké belken li. Te u verder onderzoek karis kon de trak behandel me ba. Te u se contact karis. Te pa bian par. U gelijk contact karis. Hem se betaais. Dek eise eise ba. Ki na operatie hoi pa en zo. Wat mevrouw Shama aangeeft is dat ze een kennisse heeft die arts is en toen aan haar voorlegde van het probleem dat ze niet gebeld wordt, want de familie ziet dat mevrouw Savitri in feite elke dag zien haar ogen steeds achteruit gaat. En toen belde ze om te vragen waarom het allemaal zo lang duurt. En toen heeft de arts verder contacten gelegd met de specialist. En toen is mevrouw Shama de volgende dag gebeld geworden met de mededeling dat er niet geopereerd kan worden. Hè? Ja, dus verder. Aange behandel kareke je speciaal kanker ke datraba to kal lage hum log gaili en so tap kar assistant hum log ke behandel karis direct bolis ki sister bole to ke hum log aspra karab tam sister se batiyeli tak okay kitna araba hum fashuk karil ki of datra ke khalek na happy kar sake ta dekhis ta datra khalek well happy karis ta bolis chahi scan banave ke aur ego u okay chahi baithe ke u slang ki jon fia mah me uk dharat tasban ose hum log slangwa se khawaiti ta puchis ki ta hame chahi paisa bharak seifa honda so fail puchis bhar pai hum bole ya hum direct bhar pave wan bolo us wa khowa jaye bolo us sab snail mange hai hum li ya hum bhar pave ta hum bhalli paisa khalek ohi roz jaye ke scanwan ke rei khal kar le ans ko so ta 26 october ke chaha tha scan bane ko kar teen go तो जब गईली वहाँ पे अरे बनावे और एसएटएफ चाहा था जाए स्टैंपल करवावे के तो बोले कि हमें चाहिए भरे के एगो के हेपेक्सीफो होंदत बतादार तो वहाँ भल्ली तो गईली लेके जाइए ओकर स्कैन बने 6 अक्टूबर के तो वहाँ बोले है हमें चाहिए नॉक सीफो होंदत बता लो तो फिर से वहाँ से एसएटएफ लेके आईली स्कैन वो बना इस वे सबन हैप्पी करी तो लेके आईली एसएटएफ तो हम के फिर बोले ये मुतना एनन ट्वेंटा हंड्रेड बता लो Dus waarop het in feite neerkomt, mensen. Nu is mevrouw Savitri verwezen naar een ander specialist. En daar moet er voor verschillende scans, voor verschillende foto's betaald worden. En er moet ook nog... Ja, medisch zijn wij niet, dus in feite zou er wat gebracht moeten worden naar de maag, zodat voeding van daaruit gaat, want u ziet het, als u even, ha, even dan kunt u zelf zien wat
de ziekte met zich meebrengt. Dat er bijna geen ruimte in de mond is, waardoor voeding heel moeilijk gaat. Dus dat zou via een buis moeten, die naar haar maag zou moeten lopen. En dat is ook nog allemaal niet geplaatst. En de familie die moet ook nog steeds betalen voor verschillende scans, voor verschillende foto's die van haar gemaakt moeten worden. En in het voorgesprek gaf mevrouw Shama al aan dat het geen familie is die financieel sterk is. Ze doen alle moeite voor haar, maar financieel drukt het ook heel erg zwaar. Aplonke gaat zwaar he, om constant ook zoveel te betalen. He. Ja. Oké, ik heb het waar op Naba Biona. Dus hij is een Hollandse hij, oké, Bio, die je een Toramani Pave, hij gaat steun kare, je hebt echt nodig, dat is een steun kare Bio. En Paisa Tahmaili, je hebt een 21 honderd Tahmaili, op Halkali, Paisa van Larkense, en Kajanis Orkenesse, die is van hem ket, hem geilie, Tokers Kenke Balie. तो 13 के मैं चाहता सेस के बनल है ओकर स्कैन और 13 के चाहता मैं ओकर रिसु तात लेवे सो इतना एरा हबा मत पास एक हफ्ता बाद हमें चाहता ओकर रिसु तात लेवे के हम ले गईली दतरा लगे ओकर रिसु तात सेस्ता लेके दतरा दे दे हमसे बोले तो के सबन बैल करी अब तलक भी एक को टेलीफोन अते एक दिन जाख के हम दिल्ली है देर तीन के अब तलक को टेलीफोन ना पहली दतरा के भी Wat mevrouw Shama aangeeft is dat het hun wel is gelukt om de scans te maken. En dat is door de kracht van de familie. Zij hebben geld ingezameld en zo zijn er dan scans gemaakt van de mevrouw op 6 of 13. Op 6 oktober zijn de scans gemaakt. En op 13 heeft u de resultaten gehad. Kipaigele. 13 keer geilie leven. Tab, hame datra bel karke bole raha. Jam are paisa bhar debe. Ta resultat wa leike. 13 keer hame tarikh leike aiyega. Ta hamke rase hafta deva. Tof ya in en ander hamse bole ki usa pukari ma bole sara leik na aiye. Ta hamli accha. Hamli gaili hum sachli hum resultat sunabe okar konchi ba. Datra bole usa pondaleng takke ta hame bel kari. Dus wat in feite wordt aangegeven is dat ofschoon de scans wel zijn gemaakt, de resultaten nog niet bekend zijn. De resultaten zouden op 13 oktober bekendgemaakt worden. En terwijl u nu naar het interview kijkt, dan zitten wij vandaag op 17 oktober. Dus de tijd dringt, dat is het bij de familie. Elk moment, elk tijd dat hier gaat, is de mevrouw in ernstige pijnen. En de familie die vraagt zich daar ook af, terwijl de mevrouw zo ziek is, dat geeft de schoondochter ook aan, dat terwijl haar schoonmoeder zo ziek is, het allemaal toch erop lijkt dat dingen nog heel traag gaan, dat ze zo lang op resultaten moeten wachten. Dus op toelang resultaat in feite ook goreka de traboliga. Ja, meneer Ganesh. Mijn resultaten gorilla euro. सब दतरा से फसुक करेला सब मनई के पास पैसा ना है बहुत मनई है जो दुनिया पे गरीब है या इतना नालातक ना करिए कभी ना कोई संगे ना ऐसे खेलिए इसने खुद Wat de schoondochter aangeeft is van niet iedereen heeft geld, maar dat men toch niet neer moet kijken op mensen die het niet breed hebben. Dat is wat ze aangeeft, want dat is niet goed in feite dat men zo omgaat met mensenlevens. Ik bedoel nogmaals, de beelden die spreken boekdelen voor een aantal jaren dat ik ook in de journalistiek zit. Dit is de eerste keer dat ik zoiets ook zelf zie en zelf van dichtbij meemaak. En het is allemaal jammer, want ik begrijp Abham Samdil toen ik kieuw gewoon normaal. Dit had ze niet, hè? Ze zag alles goed. Ja. Het is bijna 3 maanden. Ja. Het resultaat dat u nu ziet is binnen 3 maanden. Ze is gewoon gezond geweest, alles is normaal geweest. En vanaf haar ziekte, binnen 3 maanden, is haar gezicht dan dusdanig misvormd, dusdanig veranderd. En ze leeft, jada pira hè? Pira hè, jada. Oké, pira, oké, pira, uthe, hamlok leek geili zondag ke eya bio.
बियो तो यह बियो बहांदल भे तब दतरा वहाँ पे बोले है या कि दतरा कुछ ना कर पाएगा सोंदा खत से सोल के एर्ग पेन दा द फैमिली हार नार द स्पुटेशन डेवलप हीफ्ट गब्रख्त मा दार हैबे से गहत दैट मेन इन फेते नीट फील फॉर हार कान डून मा कुछ पाइस पेन स्टिलर्स Ja, dus in feite heeft ze pijnstillers gehad, maar veel meer dan dat kunnen zij in feite niet voor haar doen. Dit is dan wat de familie in feite kwijt wil, wat de schoondochter ook, want dit is in feite de basis van het interview. Dus een stukje een beetje nalatigheid dat ze vinden richting mevrouw Savitri, maar ook wat mevrouw Shama ons in het voorgesprek heeft aangegeven, is dat ze ook gevraagd hebben dat ze opgenomen kan worden in het ziekenhuis. En wat hebben ze jullie gezegd, Kabole Baplonke? Er is geen plaats, meneer Ganesh. We leggen Sabharalba. Ja. En jullie willen... En de reden, Kitula Mange, dat ze wordt opgenomen, is het feit dat ze bij de dag steeds zwakker wordt, hè? Ja, nu is ze veel zwak geworden. Behoeder, op een keer pare hij gaat, je uitschalen, net zo keer pare pakkerke. Ukare koi su, sab chich apne se chala tha, apne se apan khaik bana wat raha, khat raha, sab chich apne se kara tha. Maar ab itna u hoi ge, waki oke pare hai u, okar shub bana yet endam pa watrach endam. Tab uko ba ek muiti se, richa se hai che hai ga. Vast voedsel kan mevrouw Savitri niet meer eten. Dus de familie doet het met soep voor haar. Maar soep moet helemaal waterig, moet helemaal dun gemaakt worden. En dat kan ze dan met heel veel moeite binnenkrijgen. En wat de schoondochter ook aangaf, is dat trouwens wat de schoondochter ook net heeft aangegeven in Suriname, is dat mevrouw Savitri ook 4 jaar geleden haar zoon heeft verloren. En de zoon is de man geweest van mevrouw Shama. Dus mevrouw Shama is in feite weduwe nu, ja, 4 jaar geleden. En dat is dan ook jammer voor deze mevrouw, nu dan ook dit. En dan terugkomend, wat mevrouw Shama zei, is dat ze zien dat ze nu steeds zwakker wordt. Want nu moet ze onder begeleiding, toelang ook het tekawe, als het ware. Ja, zij moeten haar ondersteunen als ze ergens naartoe moet gaan. En daarom doet in feite de familie het interview niet dat ze dit willen exposen of dit willen of mensen zwart willen maken. We zijn altijd trots op onze artsen. Maar bij deze vragen ze toch wel wat... meer aandacht voor de case van mevrouw Savitri die met de dag steeds zieker wordt. En wat ze net aangaf is dat er geen plaats is in het ziekenhuis dat ze niet opgenomen kan worden. Hè? Ja, meneer Ganesh, ik wil een plaats nabij. Ja. Wil je nog wat zeggen, Kusmate Bolaar? Nee, meneer Ganesh, zo hier op de tras, zo hier klim begi karila, ki het na nalatig patiënten singe nakkere, want ik heb ook een hart operatie gehad, pira konchiba, ambu jane la pira konchiba, sab koi na sai pawe pira. Dus dat raak je naar je eisen bekijken. Wat de schoondochter aangeeft, is ze begrijpt wat pijn lijden is, want zij heeft ook een hartoperatie ondergaan. Daarom doet ze een oproep aan onze artsen om over hun hart te strijken. En vooral wat betreft patiënt Savitri Ramcharan, ja, Savitri Ramcharan, dat men toch wel wat ernstiger omgaat met haar zaak. En dit was het TBN PRIMEALERT van zaterdag. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op 87-4x93. 87-4x93. E-mailen kan naar TBN PRIMEALERT, apenstaartradiotrishul.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot maandag een prettig weekend.